I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I've squandered my resistance. Het is een fantastische plek geweest die niet te evenaren is. Ja, op het podium dan denk ik gaan we de wat grotere podia, hè, zoals Metropool. En, wij zijn gewoon een klein, bescheiden podium. Wij zijn niet echt van de populaire muziek, niet de radiobandjes, maar meer de underground bandjes en dan voornamelijk akoestisch. Dus kleinschalig, noem het een veredelde huiskamer. Ja, dat lukt ons al een flink aantal jaar. Ja, mijn podium is dus altijd een combinatie van mijn atelier en mijn podium geweest. En vandaar ook dat je veel kunstwerken hier in het rond ziet. We hebben hier de backstage. We zijn hier begonnen met ons podium. Nou, niet begonnen. Dit was de tweede locatie. Dit is de ruimte die ons werd aangeboden door de gemeente Almelo in 2007. De band Tangerine, de beroemde eeneiige tweeling, heeft hier opgetreden als negenmansformatie voor 50 mensen publiek. Armaan bijvoorbeeld was wel een hele mooie artiest. Jean-Claude McRoy. We zitten hier natuurlijk vanwege de rechtszaak. Heb je het gevoel dat de gemeente goed heeft meebewogen, meegedacht? Nou, ze zeiden van wel. En dat hebben ze ook meegenomen tot in de rechtszaak. De gemeente die heeft jarenlang gezegd dat ze ons een plek hebben aangeboden in de muziekschool en in Hof 88. Alleen dat was niet het geval. Deze onwaarheid is in de rechtszaal tot een waarheid gemaakt. Ik vind het een beetje jammer dat de rechter niet zelf even heeft gebeld met de directeur van Hof 88... om te onderzoeken of ons inderdaad een ruimte daar is aangeboden. Want de directeur van Hof 88 zelf weet van niks. We hebben altijd een hele goede band gehad met de gemeente Almelo. En wethouders en burgemeesters kwamen hier over de vloer en zaten ook in het publiek. Gemeenteambtenaren en bestuurders, dan verwacht je inderdaad wel iets meer steun vanuit de overheid. En met zo'n rechtszaak en ook hoe snel het op de website moest, de gemeentelijke website, dat de gemeente had gewonnen van twee maatschappelijk belangrijke organisaties, en dan heb ik het ook over de ATIP, dat die praktisch vermorzeld worden door de overheid, dan denk ik dat zegt ook iets over de overheid die we hier op dit moment hebben. We zijn nog met de gemeente in onderhandeling over hoe we dit mogen aanpakken. Het is een beetje mogen aanpakken. En stel dat jullie geen andere locatie gaan vinden, wat is dan de toekomst van Paco Plumtrek? Nou, we gaan wel een andere locatie vinden. Ik verwacht dat we gewoon doorgaan en het liefst zou ik in Almelo doorgaan. Maar ja, als het Almeloze bestuur geen zin heeft in een alternatief podium, dan kunnen we ook wel in andere gemeentes terecht. Take good care of your mind. Let it lead you.